Dit is de schuilkelder van dit huis. Het huis is gebouwd in 1932. We weten dat het de schuilkelder in 1936 gebouwd is. Dat kunnen we zien aan de kranten die tegen het plafond is. En in 1938 is pas de familie Čapnik hier gekomen wonen. Mogelijk dat zij ook van deze ruimte gebruik hebben gemaakt om te schuilen wanneer de bomwerpers hier overkwamen. Het is ook zo dat hierachter is ook een keer een vliegtuig neergestort. Dus er was wel degelijk dreigend gevaar af en toe. Van 1938 tot 1942 woonde hier op de Nieuwe Langstraat 111 de familie Čapnik. Het waren Poolse Joden die na de nodige omzwervingen door Europa in 1932 in Tilburg terechtkwamen. Dit is het familieportret van de familie Čapnik. Hier zie je de vader des huizes, dat is Chaim Čapnik, die ook wel Charlie werd genoemd. Zijn vrouw Vrajdla, zijn oudste kind, zijn dochter Fanny, de zoon Salomon en de jongste zoon Leo Leip. Waarom hangen deze foto's hier eigenlijk? Deze foto's hebben de bewoners van dit huis opgehangen, omdat ze zich verdiept hebben in deze familie. En omdat ze het gevoel hadden dat ze daar zeer mee verbonden zijn geraakt. En zo hebben ze het gevoel dat deze mensen weer terug thuis zijn gekomen. We weten niet exact waarom ze voor Tilburg gekozen hebben. Maar we vermoeden dat de familie Čapnik juist voor Tilburg heeft gekozen, omdat in de Joodse gemeenschap er een Joodse commissie was die heel erg de vluchtelingen ontving en goed voor ze zorgde. Die zorgde voor slaapplaatsen en eten. Dus de eerste opvang was sowieso geregeld. En ik denk dat dat voor deze mensen ook heel belangrijk is geweest. Chaim Čapnik was een confectiehandelaar. In 1942 moest het gezin, net als alle andere Joden, zich melden in het kamp Vught. Vrijwel direct daarna gingen ze op transport naar Westerbork. De kinderen en de moeder stierven in 1942 in de gaskamers van het concentratiekamp in Auschwitz. Chaim Čapnik stierf 2 jaar later. Waar precies is onbekend. Aankomend weekend, 4 en 5 mei, open Joodse huizen. Dit huis wordt ook opengesteld, evenals 7 andere woningen waar Joodse mensen in de oorlog gewoond hebben. Waarom doen jullie dit? We doen dit om het te laten zien dat het hier om hele gewone mensen ging. Mensen die waarvan je niet zou hoeven weten dat het Joden waren. Gewone Tilburgers in het algemeen die gewoon in de wijk wonen, gewoon hun leven hier leiden. Waar niks bijzonders aan was. Het was niet voor niks dat je een ster moest dragen in de oorlog om te laten zien dat je Jood was. Als je dat niet deed, was het ook niet te zien. Dus vandaar dat we even wilden nadrukken dat het gewoon om het leven gaat van deze mensen.